Welkom bij RTV Scheldemond, in mijn eentje op pad, aflevering 9, smokkelen. Wilfried, hier staan we bij een grenspaal. Vertel er eens iets over alsjeblieft. Nou, die grenspalen, die zijn, daar zijn er 369 zijn er daarvan geplaatst. De eerste die staat op het Drielandenpunt in Limburg. En de laatste die staat hier bij Katzand. Die hebben ze al een paar keer moeten verplaatsen, want die is al een paar keer weggespoeld door het water. We staan hier bij paal nummer 349. Beste kijkers, het is beestenweer buiten op 23 februari. En it's raining cats and dogs. Vier palen van steen, zo midden in het landschap, op de grens. Wat betekent dat eigenlijk? Op het moment dat ze hier aankwamen, stond er hier een bakkerij. Maar toen hadden ze dus dat stukje grond wat hier tussen die palen ligt, wat eigenlijk in België ligt, dat is Nederlands grondgebied. En dat hebben ze dus aangeduid door deze vier palen. Dat zijn dus hele bijzondere grenspalen eigenlijk. Er waren hier de smokkelaars en als je dus hun smokkelwaar de grens wilde overbrengen, dan werd er vooraf, hadden ze uitkijkposten en er werd dus gekeken of er geen douaniers in de buurt waren, dat ze dus veilig die grens konden oversteken. En dan was er een van die winkeliers, die had een Duitse herder. En die herder heeft dus getraind dat hij alle douaniers ging zoeken. Vicky, pak de commies! Waar staan we nu? We zijn nu bij de grens tussen Ede en Middelburg, bij de Tol. En we staan hier dus vlak bij de Kreek, zoals je ziet. En hier is er nog in de tijd, in de echte smokkeltijd, is er hier ooit een smokkelauto aangehouden door de douaniers. De chauffeur die moest vluchten, maar hij dacht, als ik al mijn buit kwijt ben, die smokkelaar of die douaniers zullen er ook niks aan hebben. En hij stak zijn auto in brand. En die auto is hier uitgebrand en de boter die lag hier dus op de weg en die vloeide zo hier de Kreek in. Heel bijzonder verhaal. Nou Wilfried, ik waai bijna uit mijn jas, maar die van jou ziet er prachtig uit. Dat is echt nog een origineel commiezenpak. Ja, dat is nog een originele die nog echt dienst gedaan heeft bij de commiezen. Geweldig hè? Ja, in mijn eentje op pad door het smokkelpaadje. Wie had dat gedacht? Avontuur. We zitten hier nou toch in de auto. Ja. Waar het natuurlijk eerst ging men te voet smokkelen en met de fiets en zo. Maar op een gegeven moment dan gebeurde dat met auto's. En zo was er een die reed dagelijks een paar keer de grens over. En die douaniers die snapten dat niet erg. Maar die had dus in zijn dak boven, in zijn dak van zijn auto, had hij een dubbele bodem gemaakt. Oh ja. En daar zat voorin zat daar een balkje in met twee touwtjes eraan. En dan van voor duwde hij dat die boter tussen. En als hij dan op zijn bestemming aankwam, dan trok hij aan die touwtjes en dan kwam die boter er dus weer van tussen. En die douaniers die zagen dat niet. Dus zo komt hij meerdere keren per dag komt hij gewoon via de douane de grens overrijden. En ongezien de boter meenemen. Wilfried, in mijn eentje op pad staan we weer bij de volgende grenspaal. Waar zijn we nu beland? Ja, we zijn hier bij het grenspad. Dat hoort er natuurlijk bij. Als we over smokkelen praten, moeten we het over de grens hebben, een grenspad. Dus dit is hier het grenspad. En hier zijn we op een bijzonder historische plaats. Want hier heeft op 13 maart 1945 is koningin Wilhelmina hier terug in haar eigen land gekomen. En we hebben toen, daar was ik niet bij, maar de mensen hebben toen hier in ieder geval een meelstreep getrokken. Hier precies zoals de grens toen liep. En dat meel hebben ze daar bij die boer hebben ze gehaald en daar, dat hebben ze dus hier getrokken. En zo konden we precies zien wat de grens was. En is de koningin heel officieel, heeft ze weer voet op Nederlandse bodem gezet. 13 maart 1945. Nou, 23 februari 2017. Zijn we ook al beland aan het einde van de uitzending. En ik heb voor jou, Wilfried, omdat je een hele goede Zeeuwse babbelaar bent, een Zeeuwse babbelaar. En dan mag ik samen met mij de grens over met roomboter. Lopen we die kant op? Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dan doen we toch nog een beetje Wilhelmina na. Ja. Je hebt ook zo'n jas aan, denk ik. Ja, die had ik ook aan, ja. Dat klopt, ja.